Het is donderdagavond, dat wil zeggen, het is Lookie die time. En dames en heren, van harte welkom bij deze gloednieuwe aflevering van de Lookie die show. De Lookie die show in het kader van onze nationale voetbalselectie. Ja, ja. U krijgt alles te weten over Bermuda, want we hebben een speciale gast helemaal uit Bermuda, speciaal voor jullie hierheen gehaald, zodat jullie alles weten hoe deze nationale selectie in elkaar zit. En we hebben een speler van Inter Mungutapu die ons alles vertelt, want hij heeft natuurlijk wel onze nation van dichtbij gekend. Dames en heren, welkom bij de gloednieuwe Lookie D Show. Ik ben Dion Brunings. Dit is Jean-Luc van Charente. Van Waka, mi brada. Van Waka, van Waka. Hey, we gaan meteen even naar de comments. Een eerste shout-out. Dag Dion, goedenavond Dion, Jean-Luc en alvast ook voor Jeff. En Mickey zegt van, hey, Argentinië speelt ook. Sorry Mickey, we gaan even niet focussen op Argentinië, want we hebben wel heel veel Suriname nieuws vandaag. Echt wel heel veel. Argentinië, Amerika speelt ook tegen Honduras. Ik denk dat het de tijd is om een beetje een bepaalde shift te plegen in onze natie, jongens. Ik snap het. Argentinië is natuurlijk heel erg hoog op onze agenda. Maar het wordt denk ik een beetje tijd dat we de CONCACAF-regio een stuk beter gaan volgen. En de Nations League halve finale is vandaag gaande tussen Amerika en Honduras. Dag Mickey, mijn Mati van Waka. Ik ben wel eens met Mickey hoor, ik ben ook zelf een behoorlijke fan van Argentinië, niet zozeer van die Spanjaard die voor ze speelt, maar we gaan helaas niet kunnen praten, we gaan wel kunnen praten over Su, we gaan heel veel praten over Su. Gaan we beginnen met een filmpje over Suriname en dan al meteen, of gaan we eerst Jeff introduceren voor de Hot or Not? Ik ben wel altijd van muziek in het begin toch? Ja, oké, we gaan beginnen met een video voor iedereen die meekijkt. We moeten in de stemming komen voor morgen. Iedereen is excited. Iedereen gaat los in de comments. Goedenavond. Je krijgt ook de groeten van Monica. En morgen telt. Laten we even warm worden voor Nacho. Het is tijd om even op te warmen voor Nacho. En ik denk niet dat wij in Suriname het besef hebben wat wij in handen hebben. Ik denk niet dat we het besef hebben waar we naartoe kunnen gaan. Als kleine jongen groeien op in Nederland. En dan zie je jongens als Ruud Gullit, Gerald Vanenburg, Frank Rijkaard in 88 de cup omhoog houden. Want ze hebben het EK gewonnen. Wij zijn geplaatst voor de Gold Cup. Nu verwachten wij dat het land mee gaat doen. Wij hebben ons geplaatst en op dit moment is het niet het besef waar we naartoe kunnen gaan. En ik denk als wij beseffen wat we in handen hebben en het gaan omarmen met z'n allen, uiteindelijk ons succes wat wij op het veld presteren is een succes van Suriname. Daarom spelen we voor de Nationale Elftal van Suriname. Dus bij deze roep ik iedereen op dat het straatbeeld de Surinaamse vlag met die ster hoog, hoog in het vaandel gaan staan. Op alle plekken waar we gaan. En dat we voelen dat we ergens naartoe gaan. En dat de spelers voelen dat ze een prestatie kunnen leveren. En als we dat samen gaan doen, dan gaan we hele, hele hoge ogen gooien. En dan gaan we de hele wereld kunnen verrassen. Want die gevoel wat je kan krijgen van een land die je support op het allerhoogste niveau, gaan de andere dingen losmaken waardoor je een grote prestatie kan leveren. En als we allemaal zo bij elkaar gaan en bij elkaar gaan helpen, dan is ons succes op het veld ieder succes voor heel Suriname. Dank u. Hallo, hallo. Ja, Dion. Ja, Dion. Oh, ja. Voelde je die wel? Ja, ik voel het. Maar, kijk, ik ben bij deze speech geweest, hè. Kijk, om mee te beginnen, ik moet mijn Mattie Sander Como weer eventjes credit geven voor zijn editkunsten. die man is een freaking genius. Is de man die cinematografie
cinematografie gedaan heeft voor Weer in the Movie. Die man, he knows his stuff. En deze speech is van de Teletoon. Maar je moet je realiseren, hè? Ja. Kijk, Dean Corey zit daar, hij praat na tussen twee corporate mensen. En Mino Legier, hè? Kijk, ik zit nog een beetje tussen presentator en sporter zijnde. Maar toen Dean klaar was met praten, zei ik ook meteen, sorry, ik ga een beetje onprofessioneel doen hoor, maar ik ben nu ready om te spelen. Ik ben ready om door een brick wall te gaan, meteen helemaal ready. En dit is een gedramatiseerde versie van die speech, maar very good job en ik heb er enorm veel zin in, ja. Ja, ik heb er ook veel zin in, maar voordat we nog een paar comments gaan, is het wel meteen tijd om Jeff erbij te halen. Jeff, welkom erbij. Hoe is het, jongen? Wauw. Jongens. Ik bedoel, als je zo begint, dan ben ik klaar, toch? Ik moest eventjes, ja, weet je toch, proberen om het droog te houden. Hier. Ik moest proberen om het echt droog te houden, maar nogmaals, tak Nami Atti en dan ben ik helemaal aan. Dion, ik kan direct aansluiten. Wat een speech was dat inderdaad, dat perspectief van waaruit hij begon. Het is mind-blowing en als je het niet voelt, dan moet je nog zelfs even zangen. Ja. Ik zie mensen al vragen, is het morgen een Nationale Vrijdag? Ja, oké, okay, laten we even snel daarop ingaan. Eigenlijk de boodschap die onze bondscoach ons geeft is van, breng die vlag naar buiten, kom, zet die Surinaamse vlag op, we hebben het nodig. Ja, technically ja, we zijn morgen in een full lockdown, dus technically voor sommige mensen is het een Nationale Vrijdag, voor soms is het een pina om brood te vinden op dit moment, dus we moeten daar rekening houden, er zijn ook bepaalde prioriteiten in het leven die verder gaan dan voetbal, maar we willen wel die Surinaamse vlag morgen buiten hangen. Dus als je Surinaamse vlag hebt, als je waar dan ook je bent, je wil morgen wel in nationale trots zijn. Dat is sowieso. Er is ook dat we morgen live zijn op Ziggo in Nederland. 17 potentiële kijkers. Waar eindigt dit? Ja, dat hangt helemaal vanaf wat we morgen doen tijdens de wedstrijd. Er was ook nog één vraag om even kort op in te gaan. Hoe is Serginho Best bij Amerika beland? Want hij heeft natuurlijk wel een Surinaamse achtergrond. En iemand anders in de comments heeft het ook al gezegd van hij is half Nederlander, half Amerikaan. Er zit een beetje Surinaams bloed in. Want hij is natuurlijk Surinaamse roots, maar Serginho Dest is uiteindelijk in Amerika beland. Wat vaker gebeurt bij sporters van Surinaamse komaf. Hij heeft eigenlijk al gekozen voor Amerika nog voordat deze hele Nacho Wave gaande was. Dus ja, heeft hij de boot gemist of hebben wij de boot gemist? Ik weet het niet, maar... Wij hebben de boot gemist. Ik ga even voorstellen hoe het zou zijn, jongens, met Haps als linksback en Serginho Dest als rechtsback. Serginho Dest in mijn ogen, ik heb een top 5 gemaakt laatst van spelers die spelen in de CONCACAF regio. Serginho Dest kwam op een zesde plaats voor mij. Dat is de positie die hij heeft in onze hele freaking regio. Met Amerika, met Mexico, met Canada, met iedereen. Dus Serginho Dest is een parel. Maar, wat ik er wel eventjes bij moet vertellen, als er een positie is die, ja, waar ik het gevoel heb van we zijn stacked up, is het de rechtsback positie wel. Dus is jammer dat we hem gemist hebben. We mogen niet klagen met onze rechtsbacks. Absoluut. Zeker niet. En we moeten niet doen aan, hoe noem je dat, luchtkastelen bouwen. Wat voorbij is. Dus voorbij kunnen we niet meer hebben. Wel te bedenken dat Serginho Dest pas 21, 22 jaar is. No? Ja, something like that. Ja maar er zijn meerdere spelers die ruimte hebben. Kijk, hier komt een uitgebreider verhaal. De Dest's vader is in Suriname geboren getogen, maar ging op een gegeven moment in het Amerikaanse leger en op die manier geneutraliseerd Amerikaan, waardoor de optie was of via zijn moeder Nederland of Amerika via zijn vader. Oké, dat is geweest. Voordat je de topic introduceert, Jeff, nog één vraag en dan kunnen we gewoon naar de hot and not gaan. De vraag is de wedstrijd ook live te volgen op Facebook of YouTube? Wie kan me antwoord geven? Dion. Dat wel, toch? Hallo?
Dion, zeg goede dingen. Zeg goede dingen, Dion. Denk goed na. Het spijt me. Het spijt me. Zover ik weet, is de wedstrijd niet te volgen via YouTube en Facebook. En de reden daarvoor is dat we geen rechten hebben om het te streamen. Er is een reden waarom Ziggo het kan uitzenden in Nederland. En dat heeft te maken om het feit dat zij de rechten gekocht hebben. En het is een whole other ballgame, mensen. Heb je ooit een wedstrijd van Real Madrid op YouTube, op Facebook gezien, tenzij de Champions League de rechten heeft verkocht aan Facebook? Dus het is een whole other ballgame. As if today zullen de wedstrijden niet te volgen zijn via YouTube en Facebook. De wedstrijd zal te volgen zijn via ATV en STVS. En in Nederland zal de wedstrijd te volgen zijn via Ziggo. Maar dan heb ik een vraag, Dion. Hoe kan het, ik begreep het hoe noem je dat, rechtenbeleid niet zo goed van onze nationale zenders. De vorige wedstrijden heb ik persoonlijk, ik kijk vanuit België, heb ik via de link op Facebook, en was volgens mij SCVS streamde ook op YouTube, in het begin was er daar een probleem mee, het haperde een beetje, maar later is het goed gekomen. Maar toen was het dus wel het geval, hoe kan het dat het nu, ik bedoel, je koopt toch de rechten voor alle wedstrijden van Nacho gelijk, of heb ik het verkeerd, zie ik het verkeerd? What's the story? Maar er zijn natuurlijk wel territories die bepaalde rechten kopen. Dus voor Suriname worden de rechten gekocht voor de Caribische regio, of verkocht voor de Caribische regio. Dus wanneer een Surinaamse mediahuis rechten koopt, koopt men de rechten via de Caribische / CONCACAF regio voor ons land, free to air, op tv. En om te streamen in dit land. Wanneer de wedstrijden van Suriname, de CONCACAF-wedstrijden van Suriname, uitgezonden worden in Europa, moet een Europees televisiestation of een Europese streaming network die rechten daarvoor kopen. Ja, de vorige wedstrijd werd op deze manier op Facebook uitgezonden en dat heeft consequenties gehad. En die consequenties voelen jullie nu helaas in België. Want dat was in principe niet legaal. Het is een whole other ballgame, mensen. De wedstrijden van Curaçao, de wedstrijden van Suriname. Het gaat over miljoenen nu. Niet alleen onze nationale selectie heeft heeft letterlijk een freaking hogere waarde gekregen. En dit is de reden waarom de stations in Suriname het niet meer mogen streamen via Facebook. Want het is gewoon niet gratis. Ja. Maar Shaluk, wil iets zeggen? Ik wil even dit vragen. Ja, ik wil Shaluk zijn mening. Ga er maar op. Ga maar, Jeff. Maar als die streamings van toen tussen aanleidingstekens illegaal waren, dan waarom zijn ze toen niet off-air gehaald via Facebook? Want dat gebeurt toch? Het heeft te maken bij het vizier. Het heeft helemaal te maken met ben je in het vizier. Op dit moment is Nacho in het vizier van alle grote mediahuizen. Dus overal waarmee we wegkwamen toen we nog niet in het vizier waren, die mogelijkheden hebben we niet meer. Precies zo werkt Facebook. Facebook, je kan allemaal dingen doen die tegen de regels van Facebook zijn. Totdat Facebook je één keer betrapt erop dat je iets hebt gedaan wat niet volgens de regels is. En vanaf dat moment word je continu geblokkeerd. Tot je volledige ad-account wordt gesuspend. Totdat je hele page wordt verwijderd. Bijvoorbeeld Instagram. Dus je komt weg met die kleine trucjes die wij hebben gedaan vanuit onze lokale mediahuizen. Om ook gewoon te streamen. Maar als die productie geen productie is van jou, als jij niet de rechten hebt voor die productie, of die rechten niet hebt gekocht via de CONCACAF of hebt gekocht via de FIFA, gaat het niet meer kunnen dat wij dit gaan kunnen streamen. Daar moeten we gewoon realistisch in zijn. Nacho is op dit moment te groot. We hebben het gezien. Er zijn een heleboel posts verschenen over. We zijn de meest waardevolle selectie van het Caribisch gebied. Habs is de duurste speler van het heel Caribisch gebied qua transferwaarde op dit moment. In de kwalificatiereeks speelt. We komen niet meer weg. In de kwalificatiereeks speelt. We komen niet meer weg met een tv-uitzending, een lokale tv-uitzending, met rechten van de FIFA of van de CONCACAF uitzenden op social media. Dit
you're not gonna win. Er wordt ook gezegd, ik ben vaker gebeurd. Je kan de dispuut winnen, Mickey, maar in dit geval gaat het gewoon erom dat deze rechten niet van onze zender zijn. We kregen de rechten om het op tv uit te zenden, maar niet de rechten om het te streamen. Die rechten zijn bij FIFA en CONCACAF. En die bepalen zelf of dat kan of niet. Tenzij je heel veel geld neertelt, hoor. Dus ja. Iemand comment hier, Jeff Vissiekink. Het klopt hier. Ik sta echt serieus. Jeff, je bent deel van de Lucky D show, dus jij gaat die wedstrijd sowieso kunnen zien. Nak mijn appie. Ja. Oké. Nou ja, goed. Kijk, er zijn een heleboel manieren hoe het wel te volgen is. Er zijn mensen die streaming sessies gaan doen. Ik heb al van een paar mensen gehoord dat ze echt gewoon online streaming sessies gaan doen en met meerdere mensen tegelijk gaan kijken. Het gaat een leuk feestje worden, dat zeker. En ja, Jeff, ik denk dat het tijd is, want we hebben een speciale gast in de studio. We want to introduce our guest, so it's time to go to the first Hot or Not. Yes, okay, the first Hot or Not. If I say World Cup qualification, ja, ik bedoel, we hebben het al eigenlijk al erover. Nacho versus Bert. En dit is toch een geweldige foto, jongens, om dit te introduceren, jongens. Suriname zit tussen de landen, prominent van deze zone. Die gaat voor die World Cup qualifier. Dit is echt trilling, hoor. Serieus. Ja, dit is awesome, mensen. Ik bedoel dat we staan onze tussen captain. Alfonso Davies en Juan Cuadrado. Heel dicht bij het midden van het plaatje, dicht bij Lionel Messi. Ik kan me herinneren dat bij House of Cards, ik weet niet of jullie ooit hebben gekeken naar House of Cards, het verhaal begon met de allereerste episode begon. Kijken jullie naar deze foto. Wat zien jullie hier? Jullie zien die man in het midden, hè? Ik ben helemaal links in beeld. Maar maak je geen zorgen. Binnenkort sta ik midden in beeld. Dat is wat er hier speelt, hè, mensen? Kijk waar Donk naar staan, kijkt, hè? Kijk Donk verstaan. Precies. Donk naar het midden. We staan op een beeld. Ja. Het midden van het beeld is belangrijk. Maar we staan op dit beeld. En dit is awesome, dit is geweldig, dat we dichtbij we staan eigenlijk in het midden van het midden, en dat is geweldig, dus yes, maar om naar het midden te gaan, moeten we een aantal Ballon d'Ors winnen, en je hoeft blijkbaar geen WK te winnen, maar om in het midden te staan, moeten we om dichtbij het midden te komen, moeten we slim zijn en moeten we in elk geval de wedstrijd die morgen gespeeld gaat worden winnen. En daar moeten we van alles over weten. En ik weet zeker dat er heel wat Nacho fans zijn, er heel wat Suriname fans zijn. En iedereen wil van alles weten about Bermuda. And we are the Lucky D show and we need to give the people what they want. So can I introduce our very, very first guest, Don, the man who went to the Gold Cup with Bermuda, and may I introduce to you the man himself, the journalist from Bermuda, Don, very, very warm welcome in our show. Hey, I am very happy to be here, and I'm looking forward to see what tomorrow's night result will bring us, and hopefully, from my perspective, three of you will be sad. so Don. Go right ahead. Yes. Okay, so Don, let's talk a little bit about Bermuda. Bermuda is a team that, of course, we look at Canada at the top of the pool, but many people have said, don't forget about Bermuda. Don't even count Bermuda out against Canada. People see even saying, like, even if we draw against Bermuda, don't count them out. It's important for us to win from Canada, but even a draw against Bermuda and a win against Canada will help us to qualify for the next round. Of course, you're looking for the other way around. You, of course, are looking for a way to beat Suriname and hope that the final match runs in your favor.
So give us a little bit of a perspective how this World Cup qualification was perceived when the groups were made. How did Bermuda look at this group? And how do people in Bermuda feel that their chances of going to the next round are? Just a little background. Bermuda qualified for the CONCACAF Nations League and for the Gold Cup for the first time. And we played in the Nations League A, and our two opponents happened to be Panama and Mexico. So, and we held our own against them. We beat Panama 2-0. We lost to Mexico at home 2-1. The results weren't as nice away, but both of those were like big matches for us. And then we won our first Gold Cup match when we beat Nicaragua 2-0, but we held Costa Rica and Haiti 2-1 losses. And if a ball had bounced in the other way, like a lucky bounce here or there, we could have been advancing to the next round. For the most part, I think most Bermudians were unhappy with all the changes because of COVID. We kind of fancied our chances when the original matches were set, and looking forward to advancing. And with the changes now, we're sort of at a, I would say, like a little bit of a disadvantage. We have a couple guys playing in England who aren't here. And if you go back to the Gold Cup team, we only have six players on this squad that played in the Gold Cup just 2 years ago. The biggest one of those is Dale Eve, our goalkeeper. And Dale was just simply outstanding during the Gold Cup. And because of his performance there, he got a contract in England to play for Spennymoor. So, and he grew up a lot during the tournament. He made a lot of big saves, and the matches could have been going the wrong way. Naki Wells, who scored most of our goals from the Gold Cup, is still in England, not with the squad. Zico Lewis from the MSL, not here. Reggie Lamb. So three of the guys who in the history of Bermuda are at the top of the goal scoring charts for international aren't a part of this squad. And even if you look at a result against Aruba, which was 5-0, not dissimilar to your 6-0 thrashing, all five of our goals that we had from that match, the four goal scorers aren't playing against Suriname. So, like, from that perspective, it would probably make you feel a little bit happier that those guys aren't there, and have us a little bit concerned that, you know, the goals, who is going to score the goals in this match. And I guess the biggest surprise for us, Dante Leverock was our captain during the Gold Cup, and he was our captain during the two earlier matches against Canada and Aruba, announced his sudden retirement like about 3 weeks ago. So he's not a part of this team, and we have an acting captain in Lejeune Simmons, who was part of the Gold Cup team. So we've had a lot of changes going forward. Part of the thing too is, like, I looked at the team, and we only have five men on the 23-man squad that have played five international matches or more for Bermuda. So many of the guys have only played two matches or less for us. So it's as far as an international experience, there's not a lot sitting in there. We don't have very many guys that were playing overseas. I think, like, some of the guys, so like Dante, you see Dale in his uniform, and to the left of Dale is Dante, who's not playing with the squad. Some of the guys that we look to stand out are Willie Clemens, who played on the international Gold Cup team, and of course LeJean, who's the captain. We have Sequoia Robinson, who's sort of like a veteran that'll still be around. Jonte Smith, who has international experience, is rejoining the squad and could be a goal threat. We have got a couple young guys that they're going to be counting on. Keyshawn Bean, who's just 21, and Takiyo Russell, who could be making his international debut for Bermuda there.
We're looking for some good things down the back, maybe from Jamai Bean Lindo and Eusebio Blankendale, Kamen Tucker. But I think, like, for us to have a really good match, we're gonna need to have Dale be really steadfast in goal. He's really tall. He's got a lot of agility, and of course, playing on home soil for you guys is an advantage. And you'll have the crowd behind you. I don't know what the COVID situation is down there as far as how full the stadium is going to be and how much of an advantage that's going to be, but hopefully, yeah, there were some issues about that. That was almost said that we would have to fly to the US to have the match over there. We're in a full lockdown, so actually having a big crowd in our stadium will not resonate quite as well with the local public, because we all want to be in that stadium. So if the stadium tomorrow is filled with all these politicians and all these higher up people who got invited, we as Surinamese people, most of us won't really like it. But of course, we do want to have a full stadium, and we do have home court advantage. I'm personally very pissed if there are a lot of, I do not know if I'm going to be very objective, because today I did a COVID test. I'm negative, and I'm not happy at all getting that stick into my nose. Oh my goodness. If tomorrow comes and I'm going to see a lot of people in the stadium, and it's not pleasant to have that stick in your nose, and it's a lot of money. So I hope we do not have a lot of people in the stadium, because then I'm going to be pissed, and then I didn't have to give out all those SRDs. So no, I don't think there are going to be a lot of supporters in the stadium. So maybe that will be a bit of a upside for Bermuda or not? Maybe. There is also I'm not familiar with most of the players on the current Bermuda squad, but there's also another thing, which is that it's kunstgras, the stadium. It's not a regular grass stadium. It's actually a synthetic grass that we will be playing on. So that might be a home court advantage for Suriname as well. They train on a grass, or not a grass, but they train on artificial turf. Their practice field is artificial turf. So we've got a couple. Okay. So not such a big advantage. Okay, that's good to know. Don, I do have a question. Okay. What happened to your captain, Dale? What happened there? I searched the internet to find out what actually, not Dale, Dante, yes. Dante Leverock. What happened to him? Why did he retire? It's a little bit of a mystery. He just sort of suddenly announced it. And, you know, it's a big, he's a super nice guy. He actually scored the very first goal that Bermuda had in the Gold Cup, which, and we went into the locker room 1-0 against not Costa Rica, Haiti, and you know, the guys were really high because he scored it at the end, a little bit of injury time at the end of the first half, and then we came out, and unfortunately they scored two goals. But I mean, he's well liked, and he's a big center back that controlled and dominated down in front of the goal. So he's going to be a super big miss. I saw the quotes on the internet. There were a lot of ups, there were a lot of downs. Is there something to read between the lines? Not that I'm aware of. I mean, because he had a good relationship with the coach. You know, all things come to an end and things change. And, you know, he's looking more for his own professional life outside of football. And he's a smart guy. And he came back, he got a few endorsements and things, or I don't know if it was endorsements, but he was doing a few commercials after he came back, or announcements or PSAs. And just a well-liked chap. Another guy I wanted to have some info about is Kane.
Critchlow. Yeah, so there's a lot of... Tell me about him. Yeah, I mean, tell me about him. Some people are tabbing him as the next big striker from Bermuda, and he's got a lot of potential. He's still very, very young. Let me look this up here. Kane. He's actually not on the squad. So because he had the couple goals against Aruba. Yeah, that's true. Yep. Yeah. So Kane's not a part of this squad. So you don't have to worry about him putting any in the back of the net since he won't be on the field. Is he injured? They didn't say. There's a few changes because we've got one of the guys that was part of the squad is suspended right now, Jalen Bather, who's also down the back, and Jalen was part of the Gold Cup squad, so he's also not going to be there. And I know I'm just inflating people's hopes. Oh, he's not there. No, he's not there. People in Suriname are going, yes. But, you know. Yeah. We're going to give the people what they want. People are seeing. Jeff, Jeff, you're the tucky. Yes. Jeff, Takachi, so I guess no. Don't listen. Listen, talking about the names, I heard you mentioned some name, and I heard a name, Blankendal. That's very much Surinamese-like. Do you know if that guy has Surinamese connection, Surinamese roots, Blankendal? I don't know off the top of my head, but a lot of Bermudians are obviously came from the islands in the Caribbean at from one point or another. His dad is actually president of the Cricket Association here and used to be a pretty good footballer as well. So he's got athletic roots in his family. Well, I think maybe they have to do some investigation here, a route, you know, to look where his route is, because I think he will be somewhere here in our interior, you know, some family here, maybe, I don't know, some forefathers. But what are your expectations about the game coming tomorrow? Do you think Bermuda has a chance against our squad? Well, I was looking at your squad, and it's got a lot of experience on it. I mean, as far as international goes, and I was looking at your because you Suriname's got had similar results to Bermuda, you know, especially like you know we had our mutual opponent Aruba, and we were 5-0. You guys were 6-0, and as a sports journalist, I always you know I even though I root for the home team, I try to be honest as to what expectations and things are, and I think it's going to be a really tough match. I think Bermuda is going to have its hands full with Suriname. Again, I'm not trying to get everyone all excited there, but we, you know, with the lack of players that have had a lot of experience, and we're going to be relying on certain key veterans to come through for us, it's going to be a tough match. I just looked and Kane does have an injury, so that's why he's not playing. Mm-hmm. So percentage-wise, how much do you give Canada, and how much chance do you give Suriname, if you may put it in? And how much chance do you give Bermuda? All right. So like we've already played Canada, we got thumped a bit, 5-1. So I think the most disturbing thing for us was the amount of loss. You know, losing by 4 goals is a lot to make up, and it puts you in the negative column. So every match you play after that, you have to do the same to your opponents and try to score as many goals as possible. You know, I know like some people are complaining about running up the score and things, but when goal difference makes a difference, you try to put as many into the back of the net as you can. So I would say that the match with Suriname at this point, I would say, is like 50-50. I know maybe a little less for Bermuda, if I'm being honest, because we're missing a lot of key players, and it's going to be interesting to see what happens tomorrow night.
And I think, like, your chances against Canada, you know, I think, like, when Bermuda's faced the big boys in CONCACAF, you know, we've put up some good fights, you know, having to face Mexico and Panama, Costa Rica and Canada, you know, but, you know, we've come up short. And the key thing is just to make it a defensive game and keep the score low so that, you know, you, like Bermuda did against Panama, where we beat them 2-0, you have that chance where you look, you know, if it gets into a shootout against one of the bigger countries, it's probably not going to be favorable for Suriname in that regard. So, so you will be playing on counterattacks. Is that what the attack is? Because you're saying you're going to be. That does sound like it. That does sound like it a lot. You're going to play on counterattack. Yes. Yeah. So I know, like when we beat Panama, both our goals were counterattack goals at our stadium. You know, they were, and Panama had the better run of play against Bermuda that match, and you know, while they were down at the Bermuda end, all of a sudden the next thing you know, the ball's up the field and Bermuda's got a goal in the back of the net. You know, you have to take, you know, you can't match man for man all across the field because they have more depth and more experience. We've heard that, Don. Yeah, but you know, like, you know, Bermuda's only got 65,000 people, and Suriname's not much bigger. When you're a smaller nation like us, you take advantage of when you can, when you're playing the bigger countries with millions of people sitting in them. Like when compadres play each other, you know, you can play a more open style that you want to play because you're on equal footing with another opponent. Okay. Dion, you have some final questions for Don before he has to head off. Go ahead. Yeah, man, Don. So I'm doing the commentary on tomorrow, and I'm doing the pre-match show as well. So you need to give me something. Dante is not playing. I believe Lewis is not playing. Kane is not playing. Who do we need to watch out for? Who can I do an in-depth study about? Well, I think you need to look at Willie Clemens. He's a midfielder, and I don't know if a lot of times he has his hair in wild color, so it'll be easy to spot on the field if he's playing, and he has his hair done. I know, like, during the Gold Cup and a lot of other matches, he had it done in a blonde sort of afro, so it'd be easy to spot for you. But Willie's a really great player, and he's going to anchor the midfield for us. And Lejean wasn't a first option for the Gold Cup or against Panama and Mexico, but he's like one of the top goal scorers for Bermuda international duty. He's got 8 goals, so he's no slouch up front, and he's scored a lot of big goals for Bermuda over the years. I've already mentioned Dale Eve. Down the back, and Jonte Smith, if he plays, could be a threat up front as well. Okay. One more question. You've been to the Gold Cup, man. That's awesome. I'm very much jealous. You qualified for the Gold Cup in 2019 via the CONCACAF Nations League. We have the same situation in Suriname. What is there to expect? What is the impact on the nation? Tell me a little bit about that. Okay. I would have to say, it was like, I've been to an Olympics, and I've covered an Olympics and a Pan Am Games, and I, like, of all those three, you know, the Olympics is by itself, but Bermuda's success in the Gold Cup was something otherworldly. You know, going, because our first match was against Haiti down in Costa Rica, and just to I was down there a week early with the team, watching them train, and then going to Costa Rica Stadium where they were going to play Haiti, and just being in this massive stadium that sat 35,000 people, and looking at the field and the facilities that was there was just really mind blowing to experience that. And again,
Homer, when we scored that first goal in the first half against Haiti, you know, I was up jumping up there like the rest of the Bermuda reporters that were there, because I'm not being objective at that point. I want Bermuda to win. Just travel. Fair enough. Just be chauvinistic, guy. Just be chauvinistic. You have to. But, you know, just travel. It was an interesting experience, because traveling to the three venues that they had that Bermuda played in, you know, because we went to Dallas FC to play our next set of match, which is against Costa Rica, and watching the U.S. has their actual national soccer hall of fame at Dallas FC. It's attached to the stadium, and they've got like, I want to say, 20 practice fields just outside the stadium for youth leagues, and that was an experience. And then we played up in Red Bull Stadium in New Jersey for that match, and just the crowd cheering on Bermuda as we won that match. And there was a huge party in which the premier and a lot of the politicians from Bermuda had flown down for, that we attended afterwards, and the party went late into the night to celebrate our first Gold Cup win. And coming back and seeing how, you know, the nation reacted, as you guys are experiencing right now, you know, you get reel off a couple wins, national pride soars. I mean, sport is the one thing that can unite a whole country, regardless of which side of the political divide you are on. You know, it's the one thing that everybody can agree on and back. So, you know, it's one of the most exciting things that can happen when a country has success on the sporting field against, you know, if we're being honest, we're Davids. We're fighting the Goliaths. You know, we have to get past the other Davids to get to the Goliaths. But when you get there and you play a Goliath, you know, the whole nation is in a party mood, and it uplifts the spirit. There's a vibe and a happiness and a feeling of national pride that you don't get from anything else. Well, we really hope that we get that same experience. We, of course, hope that the COVID situation in Suriname is a lot better when the Gold Cup officially starts. Don, it was a real pleasure having you here, telling us a little bit more about your country, about your squad. And we hope in the future that we get to invite you back, of course, to talk more about Bermuda. We want to wish you the best of luck, but not too much luck for tomorrow. And, of course, we will be in touch. And thank you for this wonderful experience and the information that you shared with us. We want to thank you for joining in to the Lucky D Show. Right. Well, I thank you for inviting me and allowing me the privilege and the honor of being able to represent Bermuda in this small way. Hey. Thank you so much. Thank you. Bye-bye, Don. So, guys, dat was het eerste gedeelte van de Lucky D Show. Een shout-out naar Don Burgers. Er is even een vraag hier, Dion. Iemand wil weten van, wacht even, is hij de retired coach of Bermuda of is hij journalist, Dion? Je kan daar even kort nog op ingaan. Ja, hij is journalist. Ik heb contact gemaakt met een aantal televisiestations en een aantal radiostations in Bermuda. En Don heeft dit bericht uiteindelijk gekregen. Hij is een van de journalisten die met Bermuda is gegaan richting de Gold Cup. En hij was natuurlijk super enthousiast om hierbij te zijn. Want ja, wie toch is wel de Lucky D Show, laten we even eerlijk zijn hierover. Dus nee, het was fantastisch. Het is een beetje een depleted Bermuda squad waar tegen we zullen spelen, en daar wilde ik natuurlijk van alles over weten. Ik weet niet wat mijn gevoelens zijn daarover, hoor. Maar in elk geval, hij is dus niet de voormalige coach, hij is dus een van de topjournalisten op Bermuda, of nee, je moet zeggen in Bermuda, want het is een archipelico van 180 eilanden, dus dan zeg je in dat. Hey, de volgende gast staat eigenlijk al klaar. Kunnen we al introduceren. We gaan even naar een korte video en dan zijn we terug. Nogmaals, we zijn in de Nacho Fury. We willen er al voor gaan. We zijn al ready voor morgen. Dus om iedereen nog een beetje te hypen, gooien we er nog even een video in. Rijen Donk. Wacht op het fluitje van de arbiter. Daar komt ie. Taking out your step through. We're going eating, we're going eating, we're going eating, we're going eating. Hey.
Chewbacca. Zo. Netjes. Als ik er nu niet in zit, dan weet ik het ook niet meer hoor, guys. Netjes man. Wauw. Wat kunnen we mooie dingen maken. Dat is geweldig. Dat is wel waar, ja. Zeker wel waar. Jeff, we luisteren naar jou voor de next Hot or Not topic. Yes, er gebeurt een heleboel. En wat zeker niet aan ons voorbij is gegaan, neem ik aan. Jullie ook niet. Je weet, we hebben hier een paar maanden geleden dramatische toestand gehad. Maar de man heeft zich, wat mij betreft, aardig herpakt. En zit ons op goed spoor. Denk ik zo, als je brons wint tijdens de Zuid-Amerikaanse kampioenschappen met een redelijk goede sprong. Nou ja, Miguel van Assen, daar heb ik het over. De man wint brons voor Suriname. En hij is, heeft zijn dankbaarheid trouwens ook getoond aan het Surinaamse volk. Gisteren weer in een live uitzending waarin hij dus bedankt voor de support. Wat was mooi te zien, ik heb live gekeken. Naar die sprong die hij heeft genomen. Al zijn drie of vier sprongen. En het was nice om te zien hoe hij ging voor die laatste sprong, die zijn verste sprong was. Maar guys, your take on this one? Ja, ik weet niet. Moeten we even gaan? We hebben een video van de Zuid-Amerikaanse speler. Dus laten we even naar de video gaan, naar de sprong van Miguel van Assen. Ja, ik denk dat wij hierover kunnen praten. Jeff, hoor je het geheel. Dus dit gaat dus om de laatste sprong van Miguel? De laatste sprong, ja. Zijn vierde sprong, dacht ik, waar hij dus ook het verst gesprongen heeft. De sprong dus die hem eigenlijk die bronzen medaille bezorgd heeft. En hier hypt hij een beetje het aanwezige publiek een beetje op. Hij moet wel zijn best doen, want zoveel publiek lijkt er ook niet op te zijn. Nee. Waar is het? Dit is in, ik dacht, Ecuador was dit, hè? Ja, het is inderdaad in Ecuador gehouden. En het natuurlijk het grote moment voor Miguel van Assen. Daar komt hij. Heeft een speciale loop, hè? En dit is hem. En de commentatoren van die triple jump
die gaf aan dat dit een hele goede sprong is. Want ze hadden de vorige sprong van Miguel gezien. En hij sprong precies naar degene die de gouden medaille heeft gewonnen uit Brazilië, dacht ik. Nascimento. Ja. En hij is waarschijnlijk, heeft dat hem ook behoorlijk getriggerd om zijn beste sprong te maken. En, ja, het is een sprong van 16 meter en 73 centimeter. Dat geeft hem dus de bronzen plak. Om eventjes naar Miguel van Assen stats te kijken. Miguel van Assen won goud op de Zuid-Amerikaanse Spelen in 2017. Toen sprong hij 16.94, dus dat is wat minder. Maar de vorige keer dat hij in Lima brons won, sprong hij 16.11. Dus het is wel een upgrade in vergelijking met 2 jaar terug. Dus wat dat betreft is er in elk geval wel een stijgende lijn in de prestaties van Miguel van Assen. Hebben jullie nog een take? Want ik heb het gevoel of we... Ja, hij is wel, is wel een hot topic. Er zijn ook mensen in de comments die ook echt van Assen even willen poweren nog. En Prichard zegt van ja, hot als hij kwalificeert voor Tokio, hard maar waar. Ik moet wel zeggen, die sprong is qua afstand behoorlijk goed. Dion, je hebt al de vergelijking gegeven tussen voorgaande jaren. En dit is wel een sprong die Olympisch waardig is. Je zal er niet een medaille mee pakken op de Olympische Spelen, dat zeker niet. Maar laten we niet vergeten, wat het vaker erover gaat, de omstandigheden waarin je moet trainen. We hebben niet een Olympisch hinkstap sprongveld of een aanleg daarvoor in Suriname. Dus om te kunnen trainen hiervoor en om dit resultaat te bereiken, na zo lang eigenlijk niet getraind hebben, na zoveel emotionele struggles ook te hebben gehad over het afgelopen jaar, is het mooi dat hij een medaille haalt. En dat maakt mensen ook bewust van, hey, die bronzen medaille is ook wat waard. We kijken heel erg veel naar goud. Dat is hetgene wat we allemaal willen zien. We willen goud zien. Maar laten we ook waarderen dat nu inderdaad hij een bronzen medaille haalt en het perspectief biedt dat die groei er weer is. En dat is heel belangrijk. Want eigenlijk van Assense sprongen in 2019 waren al heel goed. Waren al wereldtop. Waren al in de richting de finale van een Olympische Spelen. En dat is eigenlijk het niveau waarop we willen hebben. Ja, yes, precies. Dus dat is even in het kort. En ik denk dat we daarmee wel dit nieuws gecoverd hebben, Jeff. Ja, ik dacht ik wil nog eventjes aansluiten, want je hebt inderdaad gezegd dat het een goede sprong is. Als hij deze afstand had gesprongen op de vorige Olympische Spelen, zou je op de 9e plaats zijn geëindigd. Dat is absoluut niet slecht. Het biedt hem waarschijnlijk geen kwalificatiemogelijkheden, maar het is in de buurt van een finale afstand. Dus de top 12 geloof ik doen de finale. Dus hij is wel in de top 10 van de wereld, om eventjes dingen in perspectief te brengen. En in principe, dit soort van sporten, zoals de triple jump, ook de long jump een beetje in het kielzog, zijn eigenlijk sporten ook die ook heel erg momentumgevoelig zijn. Je kunt mensen hebben die hot zijn een heel jaar lang en de verste sprongen maken, maar op het moment supreme kunnen ze falen en wordt de underdog plotseling, die kan plotseling één goed moment hebben en hij springt zijn beste sprong ooit. Hij gaat misschien van 16.73 nu naar plotseling naar 17. Geef maar een voorbeeld. En hij wint het toernooi. Dus niet dat, ik bedoel, ik wil ook geen illusies wekken van dingen die niet mogelijk zijn, maar de aard van deze sport brengt wel met zich mee. Ik heb ook naar Olympische Spelen gekeken waarbij de topfavoriet een off day had en gewoon soms zelfs 3 fouten sprongen maakt en wordt uitgeschakeld. En een andere, die wint, die men misschien helemaal niet in medal contention had gezet, die wint. Dus als je al in de top 12 zit, vind ik van de Olympische Spelen, dan ben je al... Klopt helemaal. We hebben dit besproken met Renzo. Renzo zei ook van, guys, voor mij, iedereen verwacht dat er meteen een medaille haalbaar is. Ik wil ook nog naast deze Olympische Spelen nog 2 Olympische Spelers meemaken. Hij heeft ook gezegd van, het is in die finale komen. In die finale kan alles gebeuren, maar je moet wel consistent genoeg zijn om in die finale te komen. Hetzelfde geldt voor Jair Tjonefa. Voor Jair Tjonefa is het letterlijk een milliseconde. Voor Renzo is het ook een milliseconde. En het heeft heel erg mee te maken. Ben je consistent genoeg om die finale te halen en in die finale kan daar alles.
dat is ook waar onze sporters naar kijken. Ja, sure, sure. Nou, als we naar de volgende hot topic gaan, of althans, misschien kan ik een aantal dingen noemen hoor, die we misschien nu niet gaan behandelen, maar er is toch wel heel veel gebeurd. Eventjes voor de goede orde over voetbal gesproken. Chelsea is Champions League kampioen geworden met een glansrol. Jongens, mag ik een opmerking hier neerleggen? Aangezien we het over een sporter van Mungu hebben gehad. Als jullie het niet erg vinden, wil ik naar onze gast gaan. Ik bedoel, hij is natuurlijk een speler die presteert in Mungu voor onze kampioen, Inter Mungu Tapu, en heeft onlangs een super toernooi gespeeld, waarbij ze semi-kampioen zijn geworden, en hij zijn handen vol heeft, want volgend jaar zal hij moeten spelen voor in de CONCACAF League, iemand die onze nationale selectie goed kent. Dus als jullie dit niet erg vinden, wil ik onze volgende gast introduceren. We hebben het over niemand minder, over wie we hebben gesproken de vorige uitzending, Obrendo Huishoud. Yes, Obrendo, welkom in de uitzending. Welkom, sir. Welkom, Obrendo. Hey, we hebben het even gehad over Miguel van Assen. Hebben jullie vanuit het voetbalkamp bij Inter Mungu Tapu ook contact met andere sporters, met name Miguel? Is er een mutual respect of mutual support vanuit de andere sporten naar de voetballers toe en andersom? Nogmaals naar mij? Ja, dus hebben jullie samen met de voetballers van Inter Mungu Tapu ook contact met andere sporters, bijvoorbeeld Olympische sporters, als Miguel van Assen? Is er toch wel een situatie waar jullie elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in contact kunnen zijn? En ondersteunen? Om te spelen? Nee, voor Tactori Abrasport, om te kijken wat de uitdagingen zijn. Hebben jullie dezelfde uitdagingen? Er worden hier in de comments gezet. Worden jullie genoeg gesupport? Worden jullie financieel ondersteund om volledig op de sport te kunnen focussen? Hoe ziet dat eruit voor de Surinaamse sport? Go ahead. Ja, we hebben met twee clubs gespeeld die cross zijn. Denk Kafali en OM. Toch? En die jongens daar vragen van wie die jongens van Inter zijn. Toch? Dus hoe moet ik het zeggen? Dus de man heeft brief, dus vooral die mannen van OM. De man van OM neemt brief dat Inter nog een amateur club. Toch? Hun verdienen meer. Toch? Hun verdienen. Ja, een van die jongens zeiden van ze kregen een van per maand 4000 US. Toch? Maar uno wat tegen de man zou ik kiezen, snap je? Uno wat tegen de man. Toch? Dus we luisteren alleen. Dat we denken, kijk staan. Zeiden hoe deze jongen eigenlijk geboren verkeerd. Toch? Maar ja, hoe moet ik het? Na eenmaal. Nou, verandering moest ik even, denk ik wel. Dat kan een profliek kakken, dat kan voor dit morgen doen. Want u ziet het zelf op dit moment, wat gaande is. Voor dus ook grof weer, hè? Dus is een mooie pakkie, man. Is een mooie pakkie. Nou, kijk. Voor hun is het misschien weinig. Toch, wat kan ik in mijn tang? De mij gebruik US. Kan. Toch? Maar bij ons, hier is Suriname. Als je 4000 US verdient, dan moet je zijn. Al is het 1500 US, nou moet je zijn op dit moment hoor. Mm-hmm. Zeker weten. Hey, mijn man, wat kan je me vertellen over onze Nacho? Ik weet dat jullie op de standby lijst staan, maar ik heb niemand van Inter erbij zien komen. Ik heb Bakes niet gezien, ik heb Nuni niet gezien. Sana, een situatie? Ja. Dit moesten we al verwachten. Zo. Accompanie draai. Zo. Die mannen hebben wedstrijdritme. Die mannen spelen hun competitie. Wij niet. We zijn bijna... Straks is het al 2 jaar dat we stil zijn. Zo. Met voetbal.
Dus de seizoen verwacht dat als man ook komt, je ook moet, je gaat moeten wachten. Dat die man gaat werken, die man gaat werken met mannen die in vorm zijn. Mannen die trainen. Ja. Hij gaat niet meer komen kijken van, hey, omdat jij bij je naar je naar opbrengt, dat wat. Nou, mannen werken zo hard. We moeten gewoon eerlijk zijn. Ja. Een compagnie draait dus, hij doet zo'n ding. Alleen een paar, man. Je een beetje oneerlijk en natuurlijk. Van compagnie de voor. Eén ding, je moet ook blij zijn. Dat ik dit heb staan bij lees. Het is al mijn man om aan dat te doen. Wat houdt dat in eigenlijk, die standby lijst? Train je mee, moet je gewoon... Yeah. Wat houdt dat in? Standby lijst, bijvoorbeeld, er zijn momenteel hoeveel keepers? 5. 3? 5 toch? Pando en ik toch? Oh, Junanga Pando erbij, ja, maakt 5, ja, klopt, sorry. Klopt, oh? Oké. Okay. Als een van die keepers geblesseerd zijn, een man om aan Gosrif-Srifi, of kan de COVID ertussen, toch? Dan word jij wordt erbij gehaald, toch? Als standby. Derde goalie. Maar betekent het wel dat je meetraint? Dat je de mogelijkheid krijgt om ook met de selectie mee te trainen? Of is standby nog daarbuiten? Kijk, standby. Zolang die spelers in het buitenland zijn, toch? Wanneer zijn ze gekomen? Ik denk, Nacho was al een week begonnen of 2 weken al en een paar van die standby jongens waren al bezig met Nacho. En ja. Die jongens van Inter waren bezig met Inter. Dus sowieso de man Inter nog even een gelegenheid om te trainen aan Nacho. Dus wij waren bezig met Inter. En waren die andere spelers die standby waren, hun gingen mee trainen met Nacho. Maar trainen jullie nu ook mee met Nacho? Dus want nu speelt Inter... Ik heb sowieso 3 of 4 spelers gezien die mee trainen. Ik heb Deira gezien. Ivanildo. En Alvaro Verwoon. Die jongens heb ik gezien. Maar hun waren al bezig. De man had bij de standby. De man had bij Tremeekba. Nuni, Darson, Amuferi, Weitz. Wij waren in het buitenland. We hadden nog een kans voor trainen. Dus ik denk, als Inter nog een play kon kakaf, waren misschien 2 of 3 spelers van Inter gewoon bezig. Ah, dat was beter. Mina had het wel normaal. Maar voor mij kan het uit. Mina sowieso, Mina is power. Ik kijk. Zolang als hij go boom, Mina is power. En dan go verkeerd. Okay. Je hebt zelf een best uitgebreid toernooi achter de rug. Compano D, maar internationaal toernooi D wel. Natuurlijk mag je ons even vertellen hoe je dat toernooi hebt ervaren. Maar wat voor perspectief biedt het jullie nu? Jullie mogen hierna nog in de Compa doorspelen. Ook in de internationale competitie doorspelen. Hoe geeft dat voor vertrouwen? Geeft dat je dat ik attack? Oké, schrijf even SVB Compano D. Tenminste wat internationaal Compa D. Kijk, ik ben sowieso blij. Ja? Met alle respect naar mijn teamgenoten. A prestaties hadden mijn boeken. Ja? Ze hebben het heel goed gedaan. Ondanks wat tussen stop. Dan mag je niet trainen. Dan moet je rusten. Dan het COVID dit. Dan moet je na 2 weken weer. Dus wat is er tussen? Ja? We waren een maand bezig met trainen. Zo'n mooi 12 trainingen achter de rug. Gewoon, we berichten, we mogen niet meer, we moeten rusten. COVID-maatregel, bla bla bla. Ik dacht, oké, dat was rust. Bakkeren. Na 3 weken weer. Toernooi gaat niet door. Curaçao. De man tap Curaçao. Stop weer. Na 2 weken weer trainen. Bakker dat die? Zeg ik van, if na boro train, dan boro train. If de man wan go na groen leg, wat ungwe oro sap, wat ungwe ma, ude goe rustig. Het was op, ik denk, het was op, wanneer? Op woensdag. En ik zei tegen die jongens van, tide na tide, if
De man ook gewoon groen licht voor train, voor boren train en warempel. San Kong, het is toevallig gelukt dat we op een macht trainen. Toch? En we hebben getraind. We hebben 2 weken getraind. En daarna zijn we in een bubbel gegaan voor 2 weken voordat we weg zijn gegaan. Waar we in de La Fuenta. Daar hebben we getraind. 2 weken lang. Toch? Oefen alle de speler bij één. We hebben niet veel gedaan. Toch? Op een paar conditie komen. Maar Inter, we zijn gewend aan elkaar. Toch? Oesaf Soumana Soumakba. Dus ja, we waren 60-70%. Toch? Op een kisa conditie even. Maar daarbuiten is het wel anders. Drape je go met naar een man. Het is een internationaal toernooi. Toch? En geloof me, wat we daarmee hebben gemaakt, toch, als amateurclub, is wel een prestatie. Toch? Eerste place dat play dat go bribi. Dat, hey, we hebben niet lang getraind en deze mannen zijn al jaren ten training. De man competitie is draai. Toch? De man competitie is draai en wij, uno campagne is draai. Toch? Die mannen die wat 12-0 hebben gewonnen, ik heb gehoord dat ze ongeslagen kampioen zijn. Toch? Voor de man contre. Voor de man competitie. Toch? En uno en Windeman 12-0. Ja. Nu moeten we tegen een sterke tegenstander uitkomen. Ja. En eerlijk, die partij, een wedstrijd dat die was ik een beetje, isabi, denk dat boy, ik zag, mingo luko de beelden, de man dat boy. De manja, winu, jong. De manja, winu. Maar ze hadden gespeeld, ik weet niet tegen wie dat, nou, tegen Vloemi United, no? Toen ze hadden 11-1 gewonnen. Ja. Dat oeluku mooi, dat hey. De meisje peperé, en die mannen waren favoriet. Ah, de man wilde favoriet, de meisje peperé. En ja, Inter heeft er zelf vertrouwen. Utak ezer ik de manja, we wachten de man heren, uno go pota druk, we wachten de rusten. Wat uno train, die mannen hebben getraind, die mannen zijn prof. En vijf minuten, ulu kota, ey, de man schreef vredo jong. De man schreef vredo dat u pot druk toe. Ja, de man vindt ulai wan bal. Dat is mijn schuld. A bal dat na mi bal. Maar als je niet traint, ik heb bijna sinds die combat daarvoor heb ik niet getraind, alleen met niet echt getraind hoor, niet barkie procent, maar 60-70% met mijn club, mijn vrienden train even kies miserie. Toch? Ik heb mijn best gedaan en naarmate een player go, zag ik van hey. Appleer te quadrastimper. Appleer te quadrastimper. En geloof me, het is gelukt. De man schreef niet brieven dat ik naar ons schreef. Beter zo dan dat ik ook veel meer bal laai. Toch? En God slaapt niet. Ga door je poe. Dat ik schakelde me uit met, ik denk, 1 doelpunt meer. Of 2. Ja. Toch? 1 doelpunt meer. Toch? Ja. En die mannen waren teleurgesteld. Ja. Die mannen waren teleurgesteld. De man denkt dat, boy, wat club zijn, wat amateur club. Sa compagnie draait de man kondre. Dat je zei train alle day. Je bent prof dat toch wat teams aan het train en poer uit dat toernooi. Maar. Hey, big up, sowieso, voor Suriname. Er zijn mensen in de comments, petje af. Voor Inter Mugetapu. Er zijn een paar vragen in de comments op Rindo. Een van de vragen. En ook. Precies dat niet. Niet? Oké, okay, dan gaan we eens even voor je voorlezen. De eerste vraag komt van Virgil is. Hoe vond je de waarde van de ingekochte spelers zoals John Aloy? En wat voor effect vond jij dat ze hebben op Rindo? Kijk. Dus de ingekochte spelers, ja. Oké. John Aloy en Doorsoner.
Beide. We hebben Tjonaloy en Morris en Dorson. Ja. Tjonaloy is een speler die hij kan penetreren met die bal. Zo. Ik kan vrij met hem opbouwen. Hij is niet bang toch, om risico te nemen. Zo. Als achterhoede speler. En mij trek je risico gewoon. Als hij met een fout gaat hij het maken. Zo, dat is voetbal. Zo. En met gaman aan vertrouwen. Dan, jij speelt voor me. Dat me gaan vertrouwen. Tik een bal. Als je nog man, je geeft me bakken dat me langen. Zo. Dus ja, ik heb sowieso van mijn kant uit hoor. Ik heb boem voor vertrouwen in een man. Toch? En daar heb je Asabigi, Baya, toch? Alle de man op de Masani. Toch? Ik ben gewend met Baya, Asabigi, daar heb je nog een andere jongen daar, Linga en Tjonaloy erbij. Die vier mannen, dat zie ik van, ik heb vier beste jongens op dit moment. Zodat ik kan vertrouwen in mijn verdediging. En dat van Dorson, die spits. Boy, hij heeft me echt verrast hoor. Boy, ik ben Luca Pleda, maar heb Gary het van, hey, voor elkaar. Zo maar naar mijn vrienden, maar dat ik ID on. Nu je kon nog naar mijn beste spits drapen. Dus, nou, maar verrast me weer. Ik me echt verrast. Dorson, en ik sprak, en ik vroeg hem van, Doru, of wat? You know one can play na Inter, no? Toen zei hij van, bre, hij zit er nou aan denk, kan te kamp, en ik heb hem gezegd van, you know, sapote, you go play con kakaf. Adayu, CONCACAF na wat, ja, in lukule team zei go play CONCACAF. So, voor nu ben je 20. Dadelijk je play je daar west, toch? Je gaat misschien nog daar blijven, toch? De man ook kampioen, toch? Dat bij de leeftijd via Gwe, ze tellen weg. Dan kan je pas niet op 30 jaar, dan ga je een internationaal toernooi spelen met een club, toch? If you want to take one kans, take a kans één keer. Look hoe ze ik heb bereik. So, toen heeft hij gezegd van, abon ze tegen. Ja, daar heb ik het. Ik heb het doorgespeeld aan die bestuursleden van me. En ze hebben werk ervan gemaakt. En voordat je het dacht, was door zo'n een van de spelers van Inter. Oh, dus Juna Arayola voor Inter. Je bent niet Hé, maar om daarom wat op te zetten. Wees ook wel rechtsback. We hebben alle rechtsback. We hebben Morris en Naldo. Oké. Nee, maar oprindo. Om door te gaan daarop. Want er zijn ook hier mensen in de comment. Er zijn ook mensen die je vragen of je thuis bent daar, by the way. Maar het is hier een opmerking. Dorson moet naar het buitenland. En het sluit aan op een vraag die eerder gesteld werd. Je haalt het aan, je brengt spelers naar Inter. Maar wie brengt de spelers van Inter naar de profclubs in het buitenland? We weten dat trainer die Brendan Raiola toch? Wat zijn de mogelijkheden daarvoor? Er is wel iemand hoor. Er is wel iemand die Inter. Er is wel iemand. Maar ik zal het wel geen mode. Maar er is wel iemand. Misschien hoe is dat contact gekomen? Want trouwens, Alamashi van Interchatalent. Een voorbeeld. Kijk, dat van Donaghy Ver, toch? Toen hij naar Jamaica ging. Samen met Gerald Wade en Damien Brunswick. Toch? Het is ook via iemand van Inter, toch? Kong Ugo Play CONCACAF. En degene was daar. En degene... Je hebt dingen doorgeregeld voor die mannen. En voordat je dacht, waren die spelers naar Jamaica. Toch? En degene is nog steeds in Inter. Maar heeft wel een hogere functie. Toch ga ik een lekker man op de mama deed. Al die mailtjes gaan bij hem. Alles van Inter gaan bij hem.
Torres City. Nou, maar even, ja, kijk, Inter heeft een paar talent, de map talent. Toch, we hebben jonge spelers, bijna 4 of 5 jonge spelers. En de man boom, Gerald Wage, Donald Giffer, Shamil, nu hebben we Dorson, we hebben Moros, toch, Rex Beck, toch, we hebben Damian Brunswick. Jullie hebben het middenveld. Ja, toch. Jonge spelers spelen ook daar. Over Gerald Wijks gesproken. Vragen die vaak werd gesteld tijdens die wedstrijd die jullie hebben gespeeld. Van Waarom hij niet start? Heeft de coach gekozen voor een bepaalde tactiek? Of was er een andere reden waarom hij niet gestart is? Inter heeft, we spelen 4-4-2. Standaard. Huh? En Gerald, ja, Gerald is een middenvelder. Als we met Gerald moeten starten, dan moeten we sowieso een spits offeren. Toch? Om met de extra middenvelder te spelen. Maar op dit moment is het wel belangrijk. Want in het buitenland, we kiezen voor 4-4-2 in Rocco. We moeten met de extra middenvelder spelen, want tegen OM is het aardig gelukt met Gerald Wijks als extra middenvelder. Een soort nummer 10-achtig model. Een soort nummer 10. Zou hij niet kunnen fungeren als bijvoorbeeld hoe een... Ik ga maar een voorbeeld aanhalen hoor. Zoals een Memphis Depay bijvoorbeeld functioneert in het Nederlands elftal. Een soort van man die... continu daar om het strafschopgebied de vrije man is en de diepte inzoekt wanneer het nodig is of een paas geeft en kaats en loopt. Ik denk dat hij een soortgelijke positie zou kunnen vervullen. Is dat niet handig? In een 4-3-3 systeem bijvoorbeeld. Klopt. Op dit moment zijn we al bezig ermee. Om met een 4-3-3 systeem toch, te spelen. Maar ik speel al vanaf 2001 of 2002 bij Inter. Nog geen 2012-2013. Altijd nu blijf 4-4-2. Toch? Altijd. Alleen tegen Robin Hood, Leo Victor, ook een verandering. Toch? Alleen tegen die club. Maar op dit moment... Wabi verandering, want het is al oud. Allemaal is op Inter 4-4-2. Als we met drie achterhoede spelers gaan spelen, dan blijven we drie bakken go. Met 5 middenvelder, 2 spitsen. Wabi kinken helemaal. Want in het buitenland, in een match dat je play 4-4-2, zijn ze niet bang voor je. Echt, ze zijn niet bang voor je. De man makkelijk voor de man verdedigen. En kijk tegen Cavalli. Cavalli blijft nog wel ruit. Dat was minder beden, maar blijft nog wel ruit. Dat waren wij met Uberplay 4-4-2, maar omsingelen hier met de veld voor Inter. En ja, nou, we hebben ook niet lang getraind. Nu was Uber Rokoneng ba. Maar je gaat spelen in Sayabri. Einde de maandjes in een as voor Inter. Ai, klopt. De man vindt nu. Brendo, ik vond je fantastisch spelen. Zeker na en daarom vind ik dat je fantastisch hebt gespeeld. Zeker die attack van eerste bal naar mijn fout. Daarna, ja, mijn petje af, mijn man. Ik bedoel, het was dan wel weer de Inter Sami Lobby. Tak samsa de mama chara play kon na uno. Oké, mooi. Dat was voor de masuma na uno. Dat is de reden waarom ik van jullie hou. Maar vertel me even. Of van een bal voor Haiti, mijn man. De eerste bal. Eerste bal voor Haiti. Wat gaan we mee? Eerste bal voor Haiti, oké. Het is een keeper, nou een keeperbal dat hij. Ik ben mijn even redden vertakken, ik ben nou een keeper toch. Ik nou een keeper. Als ik een fout heb gemaakt, met ik een fout. Met dat één aan mij. Toch?
Ik begrijp dat. Abal voor Haiti. Kijk, abal voor Haiti. Was dat play begin? Toch? Heeft me trainer Burke heeft me gebeld. Toch? Aan analyseer game. Aan de play aan analyseer game, hè. Abantie dat mijn naam aan Abi. Toch? Vanaf forwards aan training kong zo. Familie yeah. Denk de. Toch? Die mij wat enter. 2 jaar heeft hij me getraind. Daarna was het gewoon. Ik alleen. Geen keeper trainer. Mijn wang. Mijn eigen. Ja, ik keep met mijn eigen ervaring op dit moment. Toch? En hij heeft me gezegd, Heusje, de mannen korte corner de maar Abi, maar je moet ook opletten dat de afstand schot. De meest koop verrassend. Toch? En onverwacht, Ama zet dat bal, maar ik stond niet goed. Maar Luko, Dama Harry, dat mij is zo'n bal noemen, Luko, dat hey, pe. Dat is mijn hara bal, toch? Maar die mensen hebben, ik zweer het, mij aan u kiesa bal. Die mij aan u kiesa bal, mij go, dan denk ik bal, go a lok to nou. Toch? Uiters naar boven. En boy, mij hoor, mij edde, die mij bal go in a net, boy. Alla de mij draai look om mij. Bad boy draai look om mij, bad boy tak bre. A bal fara, man. A bal fara. I'm a bad boy, me no shabal. And dimi go luku, builder's ball, I'm a right boy. Dimi go luku and exafan, luku ja boy. It's not a ball for me to this. In a tournoi, yeah, 2 ball gewoon op mijn naam schoon. Yeah. And eerlijk, no one of them, no tak negatief. No one of them, all of them be de positief, want op bepaalde momenten, toch? Mij heb de man, mij hoorde mij naar play toe. Toch? De mij giet mm-hmm. de mij voor mij gewoon. Toch? De man dacht, hey bre, nou, wie is vijf draaien kom. Dat die fire, maar play zo in je poot toe. Dus sorry, allemaal kan ik wel voor. Toch? En ik blijf wat zeggen. Andere keepers, de man, ik kies training. De man heeft mij nog wat selectie training. Heb ik geen keeper trainer. Snap je? Er zijn weinig keepers trainer in Suriname. Er zijn weinig. So, alle de mannen coach voor de man club. Je hebt Venus, je hebt ik ken dit trainer verhaal Stephen. Dit verhaal heb ik vaak gehoord van keepers. Ja, je hebt trainer Stefan en je hebt trainer die ene van Robin Hood. Die Hindustan, hoe heet hij? Kalina? Nee, geen Kali. Kali is drie dingen toch. Technisch directeur, maar... Die ene die Kleider train. Oh. Pouillon. Tuifel, ik kom op de naam terug. Maar ik zie deze man hier. Dus ik... Pouillon. Precies, ik zie okay. Prichet erbij. Prichet is een creeper trainer. Prichet zal waarschijnlijk solliciteren. Prichet. Ja. Prichet. 100%. Present keeperbal. Maar even om in te gaan op het verhaal van de mogelijkheden in het buitenland en ook over Nacho. De vraag wordt door meerdere mensen gesteld. Wijks en Fair zijn teruggekomen. Er zijn eigenlijk 3 spelers gegaan naar een profleague en ze zijn teruggekomen. Hebben jullie ook gesproken over wat de reden is voor de terugkomst en wat de mogelijkheden zijn om weer te gaan? Van Donoghi ver, zo, zal het niet, ik ben nog op zijn door. Hij is gekomen en hij is niet teruggegaan. Van Gerald Weeks, boy, ik zal het niet weten hoor. Voor zover, ik heb niet gevraagd. Die mannen zijn gekomen, de man komt op een belangrijke moment. Waar interkampioen moest nemen van Suriname. Ik denk dat van Leo Victor, no? Leo Victor, als ik het goed heb. Of Robin Hood. Robin Hood, het tweede jaar. Leo Victor naar Ayari, naar Aburu, dus het maar. Klopt, ik denk Leo Victor. Nou, ik denk Robin Hood. Waar jij voor Robin Hood miste. Ja, Bin Hood. Dat zijn ze teruggekomen. En... Ik dacht,
ik denk club president dacht van, hey, Van Manja kom. Van Manja kan je putten kampioen. Toch? En zodoende is dan nog niet gebleven. En dan maar je poe in Asani. Maar toch, allemaal kan ik gobaka, maar ik zal niet weten waarom, hoor, zei dat man. Ik moet mij ook verontschuldigen, want ik weet het goede verhaal niet echt. Ik weet dat Wijks wat fitnessproblemen had in Jamaica. Er was constant contact toen hij hier terugkwam, of hij nog terug naar Jamaica kan gaan. Maar het is wel belangrijk dat we dit goed weten. Want ik heb altijd gezegd, voor mij hoeven de Surinaamse voetballers, de man af qua Hollandje, de man af qua Boca Juniors, de man af qua Premier League. You is not Guyana, the man go play of Guyana. Of Guyana. Niet eens. Maar Jamaica is een goede optie. Vietnam is een goede optie voor mij. Indonesië is een goede optie voor mij. If I not go, moeten we wel weten van wakker. Sa precies. Dus het is huiswerk voor jij en ik voor actie E. What went wrong? Zodat, kijk, ik maakte er een grapje over van, Yuna Arayola. Maar je bent wel een belangrijk figuur nu. Weet je, je bent de aanvoerder van een van de succesvolste teams van Suriname. Je hebt invloed op veel, of geen aanvoerder, ik weet, Bad Boy is aanvoerder. Maar je bent een heel erg belangrijk figuur in dit team. En je hebt invloed op veel spelers. Dus het is aan ons nu om deze mensen te begeleiden van, nou, if you go drop, die zanger dat die team doet. Dus wat huiswerk mee, man. Klopt. Want eerlijk hoor, eerlijk. Serenadja, zo'n club kan gie ete. Wat club, ja, Serenadja, club ook gie wat roko. Wat laat je roko? Die play bal. Je wat na amateur, je wat dan. If je jongen als je zit van, if je nou kan zo guadoro, moet je weg. De manier is dat er naar gore itaki. Maar jere, je moet naar buiten. If it's aan pleegje, you know, kies pas. Je moet naar buiten. Zeker weten. Minet blij, mama. Voor mij nog een laatste vraag. Jeff Chago. Nee, eenmaal je het hebt over Jorge Nacho. ben je de trainingen, dus we doen niet als speler, maar dan gewoon als, ja, ook wel als speler, maar de trainingen gaan bekijken. Wat is het niveau van de trainingen en wat verwacht je van die wedstrijd van morgen ten eerste? En de kansen voor ons tegen Canada. We gaan ervan uit dat we winnen van Bermuda, maar hoe zie jij het gaan morgen? Zie dat ik, om te beginnen. Zie je dat ik ben, gekomen? Ben ik nog nooit naar daar gegaan? Nog niet. No, mino go stref. Kijk, ik bedoel van, als je standby bent, toch? Als je moet aanmelden, ga je telefoon moet je krijgen. Je kan niet zomaar gaan. En isabi COVID maatregel. Ja, maar die wel nou, hè? Toch? Sorry voor je go drape, dat is maar pocha doro. En ik ben ook voetballer, toch? Toen ik daar was, beetje van de man bedoel van, je komt niet zomaar naar binnen. Kijk, sowieso, if me go, the moment me psagwa in see, go look for them I train. Maar uit respect, ga ik niet. Ik blijf gewoon, me volg op de media, gewoon me stak de I train, boom. En eerlijk, die mannen hebben een complete team. Die mannen hebben een paar klinkende namen. De man wing Bermuda. Al is het, we zou wakka 1-0 of 2-0, de man winnen. Want Amasa de mam go win serifi na Canada. Drape na wis na 8-0 of 2 in de mam winning. Na win de mam winning. Win de mam winning. Het mag give me an emek uit if de mam win 2-3-0 of 7-8-0. Canada. Magi you a team this aba potensi for man win sowel for Bermuda na Canada for us. Ze gaan Canada, ik heb gezegd, hoe lang zijn ze al in Suriname? Ze zijn al bijna een week of twee weken hier. De man traint, aan de Srevibano, aan de Lictica Cayman Island. Mm-hmm. Al één dag maar.
één dag maar drie. No, de man train. Toch? De man vindt een gelegenheid voor train samen. Echt. Bijna 9 of 7 trainingen de man train. Toch? Dus ik denk van, hé. Wat je aan kan gebeuren. En die mannen, ja. Sowieso lekker van Canada. Uno abwa frisgi de man. De man abwa frisgi uno toe. Want de, ja, ik voel ook klinkende namen. Ik voel ook klinkende namen op dit moment. Dat is er een moro klinkende namen, moro de man van Canada. Mm-hmm. Alla mij focus, die first of that, first of fan man ding. Ja, maar de mij vergul, hoe mij gevaarlijk me op ja. No? Cherry. Cherry zei loon de mij. Boy, dat is dat hier. Toen Cherry trok kampioen. Ah, klopt. En eerlijk. Wat ik hier zie, Sami Eshija. Boy, met SVB op een kompa voor playbal rusten. If aanbieden op kom. If aanbieden op kom. Geef op al de spelers de man Guadoro go play. Dat de man Guadoro go play. If er een akkoord de man oprichten voor kom. Ja, dus eigenlijk zijn wat tegen me op Brando. Dit, zoals jullie nu zien, het team dat nu, dus de Nacho dat er nu is gevormd, triggert jullie eigenlijk om nu te willen spelen, om je te laten zien, om op te vallen bij de coach, om deel uit te maken van dit team? Klopt. Je moet daar buiten gaan, toch? Voor je blinken uit. Voet er naar voren, kast je van, hey. Nou, aan mijn zorgen schrijf je even, was in de king. Dan heb je een sorry schrijf je, dan mij Libia door. Dat, hé, nou. Want kijk, hoeveel mannen, op een maandag? 23. Toch? Op dit moment. Mm-hmm. 23 mannen. Dan, even want toe mannen prasper. Dat er aan mij komt bakken. Die mannen heeft zoveel mannen voor Kari. Oh, mijn man, en kijk, if we win Canada, er komen nog meer mannen. Want dan wel een man lukken uit dat ei. No? We hadden het hier over de vorige keer. Dan, kijk, dan lukken we, yep. Lukken ze ermee dan op de team, boy. Noa lang, of hoe die jongen hier. Toch, last zag ik van, hey, I'm a pan of Saranang. En aan mijn mannen gewoon te rakondre. Dat lukt aan mij frustreren. Dat is jong naar gewoon aan mijn kiesagisseren. Dat ik van mijn kiesagisseren Club Brugge. Aan mijn belief Ajax. Aan mijn kiesagisseren. En daar ben je ook geen probleem. Van, hé, morgen mijn wang kom. Kijk, ik ben 30. Ik ben al 30, toch? En Nacho heeft nu 2 jonge keepers. Yep. Uh-huh. En ik denk Han is 26 of 27. Die andere is Jacques 19 toch? Uh-huh. Daar, look, I want it up 19. Ja? En Clyde is al? Net aan mijn verjaardag, dus volgens mij aan mijn 20 nu weer. No, hij was 18, hij is 19 geworden. Of 19 aan mijn 19 geworden. Ja. Heftig. Kijk, ik ben, hey, look, ik ben gewoon eerlijk hoor. Mijn eerlijk gewoon. Mijn eerlijk. Amma na 19 jaar atrama ab. Ja, nu is hij eerste keeper. Hij is 28. Hij is 28 en Kleidel is? Kleidel wordt? Kleidel is ook 28. Hij wordt 29, denk ik. Zo. En Abchima ab 19 jaar. Oh, hij is 21 geworden. Ik zag het in een comment. En na 2 jaren of 3 jaren, dan is hij, wordt hij misschien de eerste keeper. Toch? Misschien. Ja. Wel hebben keepers het voordeel. Keepers hebben het voordeel dat keepers langer kunnen doorgaan. Ja, ze keeper lang. Ze keeper lang. Ja, ze de meter langer. Toch? Maar, dus 30 jaar, je bent jong boy, uiteindelijk ga je 30 jaar. Ik ben 30, maar ik ben loko ja. Mi en loko bepaalde zijn. Mi en bigen loko no ba van, hey. Kijk waar ik nu ben.
Ik heb een amateur status. Ik heb een amateur status. Trainer Corrie werkt nu met een prof status. Toch? Voor compleet aan het kraakprof. Want eerlijk, amateur voor pleit tegen prof nog moeilijk zijn. De moet naar de ballon toe herdegen. Ballet pleit aan het idee. Hoe kan pleit aan de man tegen Nicaragua? Hoe pleit mooi zo'n amateur boy? Puur zo'n ballon pleit aan de man op een ander niveau. Maar ik zeg, die jongen is nu 21. Hij is van 35. En dat kan hij namelijk ook komen. En daar moet de eerste keeper dadelijk. Dat kan hij eten toe keeper dat bakasie dape. Terwijl hij tussie toe trabigie keeper dape. Maar ze heeft de moment dat kom van voedjaar hij draait. Zo. Hij heeft de handen 35 en kom van voedjaar hij draait. Ja, mino ko. Hoe lang heb je dan een competitie? Hé, hier alleen, hè. Na jouw kwam bij een compagnie draai. Hier alleen bij een compagnie draai. Eerlijk, 2 jaar al. Na 2 jaar ik goed al. Dat is een frustrerend, maar toch. Ja, mika begrijp je. Boom, boom. Wat dat gaat door aan SVB. Ik ben een SVB. Wat dat gaat door aan SVB. Wat dat gaat door aan SVB. Ik hoop het daar, ik hoop het. Bre, je voorspelling voor morgen, wat denk je? Winnak de man en voor Canada. Mooi. En Peo Luca play? Je moet looking. Je moet looking, of zomaar looking. Biggie scare hem. Biggie scare hem. Ongetwijfeld. Luku, we go aan deal naar Nigel. Nigel naar Cleo. We tegen de man dat Cleo, if you like 2 mal, Nigel, you like 3 mal, met dat we wala toen net op misschien. En voor het bijna 7-0. Je hebben het hier als eerste woord. Wat anders dan de comments ook 7-0. Mensen, hoe heren ja toch? If the Malay, and if the Malay to na adribal, obreno, set what tattoo in your bang, and you have it here, who are that start swart up with? This army. I'm going to kill him, I'm going to kill him. If Buitenlander speler is doing, they may support them, the AG speler, we can do it too. We can do it too. Normal. Abu, we have it fast left. Yeah, this one, we have it, dude. Dus Suma moest leiden 3, Cleo of Nigel? Cleo 2 mal, Nigel 3 mal. Oké. Okay. Hey, Obrando, is er een massa comment die ik laatst is nog in de rap? Misschien kan je weer een deel brengen. Kijk, ik kan het, Jeremiah. Mene, je doet comment hoor, aboom. Is er een man, is hij? Waarom is er een rap? Jeremiah. No. Nee, ik ken die jongen niet. Oké, hoor aan mij in de kaart. Amansi, kan middenveldje. Wacht, ik ga me even buiten de discussie houden, maar meteen hoor aan mij. Wacht. Voor je speelde Santos. Santos? Is het Santos? Wacht, laat even zelf commenten. Ik kan aan mijn heren, hoe kan mijn potat team, Papa My Play? Ja, hij moet nu wel even reageren. All eyes on him. Jeremiah, yeah. Zet het team. Broertje, reageren. NSA. Oh no, it's a youth team, man. NSA. Maar een youth team. Ja, het is een youth team. Oké, broertje, dat weet ik het. We volgen je. We volgen je. Nou, we support de boy gewoon. Nice. Hey, Obrando, het is een hele, hele pleasure geweest. We hebben het heel erg genoten, we hebben heel erg gelachen. Je zit natuurlijk op de lijst, dus er is een mogelijkheid voor Gold Cup, voor Mekka selectie. We willen je heel veel succes wensen. We hopen dat ook de... Hoe heet die league? Dion, jij weet precies hoe die league heet waar Inter Mugatapo nu gaat spelen. De CONCACAF League. Ik heb het opgezocht en het wordt
het wordt pittig hoor, Mimang. We hebben teams van El Salvador. We hebben, laat me het eventjes snel opengooien. Tof. We hebben teams van Panama, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Belize, Costa Rica en Canada. Dus, mijn buddy. Dus het wordt... Ja, maar daarom moet je naar de Lucky D-show kijken. Dat weet je toch? Nee, het wordt heftig. Het wordt heftig. Maar sowieso... Ja. We spelen 20 augustus, maar onze sabbat is standaard. Nee, dat is nog niet bekend, zover ik weet althans. Maar we gaan het thuis spelen. Ja, dus je kan het vergelijken met de Europa League. Dus het wordt veel voetballen voor jullie. Dus alsjeblieft, guys, stay in shape. Echt waar, als jullie hulp daarmee nodig hebben, of een train, midden altijd. Dus het is lockdown nu, dus we trainen ons even Chiri. Maar succes en we kijken er zeker wel naar uit, maar veel huiswerk. De verloren finale wedstrijd is absoluut niet het einde. Het is het begin van veel werk. Ja. Maar de man heeft ook wel op Rendo nog maar goed. Tori Lai, op Rendo, je loko UFC, je loko Biggie Boy. Nou, maar look Biggie Boy talk. Biggie Boy, heb ik naar kamer letteren. Oké, dan gaan we. We gotta give the people what they want, Dion en Jeff. We gaan op Rendo gewoon in die uitzending houden. Op Rendo, ik had daar gewoon. We gaan naar de laatste nieuwsitem van vandaag. Jeff, kunnen we naar een beetje UFC? Want het is eigenlijk 20 minuten geleden al gevraagd dat we even over Biggie Boy gaan praten. Uppercut. Biggie Boy versus Sakai. Wat maken we ervan, jongens? Wat maken we hiervan? En trouwens, Biggie Boy heeft op zijn Facebook heeft die Nacho big up gegeven van er nog zaterdag mee en Luko Nacho en dat zaterdag dat wij Luko mee. Huh? Zaterdag, dat is twee hot items. Die man is gebrand om te winnen, maar Sabitak Boy. Apartheid is allemaal lastig. Maar dan mag lastig bij dat schrift. Ja, maar play toen zit er gehouden lekker man. De kwam baby. Maar man is hier. Ik denk, boy. Biggie Boy is toch gebrand voor mijn zand aan man is hier. Nou, look. Nou, let me toch. Nou, let me. Heeft me kwam fout. Zodat naar mij. Hey, Brendo, dit is hier. Biggie Boy vindt de kwam baby. Maar man is hier. Boy, is dat Biggie Boy door aan manja, boy. Echt, Biggie Boy, hoor, kan maar ICR. Maar amanya wan gronya ko komita ma wan gronya. Oké. Mensen, sorry. Ik moet toch wel eventjes de realiteit eventjes erbij halen. Het wordt niet zo makkelijk. Ik ben natuurlijk een van de grootste Biggie Boy fans, maar wat natuurlijk Augusto Sakai in zijn voordeel heeft, is dat Augusto Sakai niet iemand is die heel erg makkelijk knock-out gaat. Ik dacht één keer in zijn carrière is hij in Bellator knock-out gegaan. Hij is iemand die een gevecht rekt. Net als hoe Cyril Gane het gevecht recht. Net als hoe Alistair Overeem het gevecht rekt. Men noemt dit soort mensen volume fighters. En Augusto Sakai is een volume fighter. Dus het is niet zo makkelijk voor Biggie Boy om dit gevecht te winnen. Sterker nog, hij wordt niet gezien als de favoriet in de UFC. Wat ik er wel eventjes bij moet vermelden, is dat hij er wel heel erg scherp uitzag. Ik heb het interview met hem gedaan vorige week zondag. En ik heb Biggie eigenlijk, maar ik heb hem ook nooit zo dichtbij een gevecht geïnterviewd. Maar hij zag er wel extreem scherp uit. Hij wilde bijna niet praten over dat Cyril Gane gevecht. Niet dat hij er uit de weg voor ging. Maar zijn antwoorden waren very straight. Hey, you know, it was a bad day at the office. Die fout maak ik nooit meer. En als sporter zijnde geeft dat me juist confidence. Als je naar Obrendo straks gaat luisteren, misschien geeft hij zijn reactie hierover. Die play was slecht play. Boy, je wil eigenlijk de volgende dag wil je al eventjes erin gaan komen, herstellen. Dus die man is verschrikkelijk gebrand. Het voordeel dat Augusto Sakai wel heeft, hij is wel echt een brawler. Hij is een stand-up fighter, weliswaar is hij Braziliaan, maar hij is een Thai-boxer. Dus daar heb ik altijd confidence voor Biggie. Er zijn weinig mensen die hem stand-up-wise aankunnen.
Hij heeft zelfs een reach advantage, als ik me niet vergis. Dus het is een gunstige partij voor Biggie. Maar het is niet zo makkelijk als hoe mensen zeggen. Het wordt een toffe partij voor Biggie. Dat is wat ik erover wil zeggen. Ja, het is sowieso een must-win partij. En waarom is het een must-win partij? Niet alleen voor Biggie's confidence, want die vorige play was niet iets waarover je naar huis kan schrijven. Maar los daarvan, if a man ne win a fitties, is eigenlijk die route naar een championship, een heavyweight championship in UFC is gewoon een taboe. Het is dicht. Het kan eigenlijk niet meer. Als hij in de race wil blijven, als hij in de top wil blijven, als hij binnen een paar jaar die championship title fight wil krijgen, dan is dit een must. Want eigenlijk hebben ze hem een rang lager gezet dan waar wij hem hadden verwacht na Cyril Gane. Na Cyril Gane hadden we verwacht, hij moet nog één of twee gevechten en hij heeft deze title fight. Dat is nu een stukje verder. Dus dit is een must win fight. In de comments wel de vraag, hoe kan Tijing voelen om zijn benen ook te gebruiken? Ook iemand die het zegt, kunnen jullie Biggie voor je vragen waarom hij nooit aanvalt, weinig gebruik maakt van zijn benen? Dion, je hebt een paar in-depth gesprekken gehad met Biggie Boy erover. Wat kan je daarover vertellen, de footwork en het aanvallend plan van Biggie? Ik snap niet per se wat ze bedoelen met als hij zijn benen ook kan gebruiken. Biggie is een Thai-boxer, dus... de leg kicks zitten er altijd bij, de trappen zitten er ook altijd bij, de gevechten tegen, ik dacht zijn derde knockout in de UFC was een high kick, dus ik ben het niet helemaal mee eens dat hij zijn benen heel weinig gebruikt. Wat ik natuurlijk wel eens ben is ik hou van mijn mixed martial arts artiesten om veelzijdig te zijn. Dus dat is ook naar voren gekomen. Ik kan je één ding garanderen. De ploeg waarin hij zit, American Top Team, heeft elke maandag en elke woensdag expliciete vermoeiende worstelsessies. En aan die doet hij allemaal mee. Dus ik kan je één ding garanderen. Biggie is wel veel diverser. Maar ook de vraag heb ik hem gesteld van Eva Waka. Sayodou, ga je meer aanvallen? Zeg, het kan niet anders. Dit gevecht kan het niet anders. Dit gevecht ga ik echt voor de aanval. Ik weet niet per se wat ik daarvan moet maken. Of dat een voordeel is of een nadeel is. Maar in elk geval in zijn mindset is dat wel naar voren gekomen. Dat hij wel de aanval wil opzoeken. En ik ben reuze benieuwd hoe hij dat zal aanpakken en hoe hij dat zal doen. Dus Een vraag van Sherwin. Wat als je een no-contest, moeten we ook denken aan een mogelijkheid voor een no-contest? Of een draw? Boy, ik weet het niet. Het komt niet zo vaak voor. Een no-contest denk ik bijna niet. Want wanneer krijg je een no-contest? Wanneer het een illegale kick is of een illegaal gedoe. En beide vechters zijn niet echt bekend voor hun ground game. Dus dat leek me sterk. Wat zal een no-contest dan anders worden? Een trap naar het kruis. Maar dat zie ik ook niet zo gebeuren. Ja, het komt niet echt vaak voor. Meestal bij no contest komt er ook, als de site een heel extreme no contest, maar in de meeste gevallen komt er een rematch, want dan wil iedereen die fight ook opnieuw zien. Dat is sowieso. Niet iedereen is het eens trouwens met je. Hij zegt van het wordt te veel gecounterd, te veel geloerd. Hij trapt weer en hij dept ook weinig. Dat is in elk geval de opinie van onze volgers en degene in de comments. Dus daar kunnen we inderdaad over verschillen qua mening. Sorry Jeff, I was cutting you. No, you're recording me. Ik wil alleen zeggen, ik denk dat er niet zozeer wat bedoelt met een no-contest, want inderdaad, een no-contest is pas wanneer er iets illegaals gebeurt, dat de wedstrijd dan wordt afgebroken. Maar een mogelijkheid van een draw, dat is er wel. Dus een gelijkspel. Wat dan? Zijn dan ook de kansen voor een draw is moeilijk. Een draw is heel moeilijk te krijgen in de MMA-wereld, heeft een beetje te maken met het scoring systeem. Het komt weinig voor dat er echt 10-10 rondes zijn. Er komt nog minder vaak voor dat er 9-9 rondes zijn. En dan moeten alle judges dat op hun scorecard hebben, alvorens er een draw is.
Dus zeker in een vijfronde gevecht is dat heel... Ik, eigenlijk komt te think of it, kan ik me zo uit het hoofd geen gevecht herinneren waarbij er een draw was. Er zijn, ja, ik kan me één of twee herinneren, maar niet veel wedstrijden eindigen in een draw in de MMA-wereld. Maar op welke punten denk je dat Biggie een advantage heeft op Sakai om kans te maken om deze partij toch wel in zijn voordeel te beslechten? Punching power. Biggie heeft nog steeds de meest gevaarlijke linkerhoek op deze UFC-aarde. Dat is één. En hoe saai het ook is, counterattacking, mensen. Counterattacking. Biggie is de beste misschien, een van de beste in de UFC heavyweight divisie wat betreft counterpunching. En op de manier hoe Sakai vecht, hij is wel een train. Dus het is wel mogelijk dat Biggie hem precies in zijn tracks kan stoppen. Of met die lekkere strakke jabs van hem. Of met die counter linkerhoek. Dus daar is het verschil in. Het probleem gaat zijn als Sakai dit gevecht rekt. En dat is wel de type stijl die hij hanteert. Daar ligt het gevaar in. Maar de voordelen liggen in die strakke jab wanneer Sakai komt aanvallen. En die counter linkerhoek. Er wordt gevraagd om het een beetje richting het einde te gaan. Hoe laat morgen en hoe laat zaterdag? Dion, wat zijn de officiële tijden voor Nacho morgen tegen Bermuda en zaterdag Biggie Boy tegen Sakai? Dus voor het gevecht tegen Bermuda mag je vanaf 17:45 mag je al afgestemd zijn. 17:45 komen met flesjes. Ik denk dat de spelers rond iets voor 6 binnenkomen. En dat willen we natuurlijk jullie niet ontnemen. Want hoe het nou draait of keer, er is weinig coverage geweest over de trainingssessies. Dus rond 17:45 zullen we al met flitsen komen. De voorbeschouwing die zal rond 17:45 beginnen. En de aftrap, de officiële aftrap, die is om 19:00. Het gevecht van Biggie is natuurlijk iets complexer. De preliminary fights die beginnen om 17:00. En om 20:00 begint de main card. Biggie is de laatste fitty on the main card, de main event. Dus je kan mikken op 11:00, 12:00 voor het Biggie Boy gevecht, Surinaamse tijd. Oké, even nog voor de mensen die er wat later bij aan zijn geschoven. We hebben het erover gehad. Het gaat niet live zijn op Facebook. In elk geval niet live te volgen zijn vanuit een Surinaamse zender. Dat heeft te maken met rechten. Er zijn mensen die vragen, ja. Dion, doe jij de comments van Ziggo? Ga je daarover praten? En er zijn ook mensen die op welk kanaal kunnen ze Natje volgen volgens mij? ATV, STVS? Ja, ATV en STVS. Ik ga de comments niet doen op Ziggo. Het commentaar dat ik ga doen zal Engels commentaar zijn. En dat wordt opgestuurd naar de FIFA. Dus dat is mijn rol in het geheel morgen. Ik zal ook in de voorbeschouwing zijn en in de nabeschouwing. En daarom was het super handig dat we alle info kregen van Bermuda. Dus jullie hebben een deel van die pre-show gezien. Hier exclusief bij de Lucky T-show. Po. Maar, go ahead, Jeff. Dion, even terugkomen op dat van het rechte gedoe. Was er geen enkele mogelijkheid dat bijvoorbeeld, want ik weet niet over welke orde je praat, van wat het zou kosten om die wedstrijd te mogen streamen, dat er bijvoorbeeld met een aantal sponsoren aan tafel gezien van, kunnen jullie dit niet voor elkaar krijgen om die wedstrijd uitgezonden te krijgen? Gezien what's at stake, die wedstrijd wordt overal door weet ik veel hoeveel duizenden Surinamers buiten Suriname gevolgd. Ja. Jeff, al de hele uitzending droppen we filmpjes om Nacho te supporten, voor allemaal sponsoren die bijdragen leveren aan Nacho. Al die videoclips en al dat materiaal wat is geschoten, als je dat bij elkaar optelt, kom je niet op dat bedrag van die rechten helaas. Het is soms echt wel een hefty prijs. Maar niet om... niet alleen dat is de reden. Kijk, wij als Suriname zijn in het territorium Caribisch gebied, Midden-Amerika, Noord-Amerika. Wij kunnen de onderhandelingen niet doen voor het territorium Europa.
En dat is de reden waarom van onze zijde hier wij de livestream niet kunnen sturen richting Europa. Omdat dat een ander territorium is. Dat is de reden waarom SIGO de rechten van de CONCACAF of die spelen heeft gekocht voor hun territorium. Ik weet niet wat de situatie in België is. Wellicht zijn er Belgische zenders geïnteresseerd om dat te doen. Maar wij als Suriname hebben geen toegang tot het territorium Europa. Hebben we geprobeerd misschien... Mag ik misschien niet zeggen? Maar we hebben dat helaas niet meer, Matty. Het kan niet. Sorry. Is out of our territorium. Okay. We gaan het laatste filmpje doen. Er zijn mensen die ook vragen dat Obrindo weer aan het woord komt. Er zijn mensen die nog over voetbal willen praten. We gaan dit gedeelte afsluiten van de show. We gaan nog één video doen voor de liefhebbers om helemaal ready te zijn voor morgen, Nacho. En dan pakken we nog de laatste comments even op. Dus we gaan weer even naar een Nacho Power moment. Oké, ja sta, uno max flow, trena hore, seti ya basis, alla mare di de boy de tablo. One hour mission, un completa mission, seriusu, ano comedy show. We sort team, we sort kondre korea di fu, we need a Joe. Joe. Nacho, we are freebie in Nacho. 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 Madam Bad, Psycho, oui. Me a freebie in Nacho. The boy do the best and when she tak, I go. Support the boy so neat, why so? Nacho mo kishen big up, we see va heavy. The boy na give up, ishi palva handle him. For the boy na kiti kita kayo denki na prof. Ike standa re kwanga wa anfal. Bena mi kis hard anfal. A boy scoop a ball moi hard. Oh, what a save by Koinar. Nacho, we a freebie in Nacho. Nacho, we are freebie in Nacho. Nacho, we are freebie in Nacho. Nacho, we are freebie in Nacho. The links are not expect na virus. The demiti and a crony don't give fair a fight on values. If you tell him the boy a peggy, see man, my jam a secret to the mitchang a missy jang. I'm a fairy, ne weary, a baka go stampu. Nep take a lisi, can bale go clear you. Ino malom sa chon aloy. Leg famu, leg fufo, ama leg biggie boy. We bow up for us, take one to nap half. We what a felt break, that's on ego cast. Tapa me the felt, ino malom dua. Yo box sang a tang, as kagri a duwa. A name was pila. De ula sabal, we longo fardida. Anfalo, kapude. A name was pila. De ula sabal, we longo fardida. Anfalo. Asal bang met de bal. As we sleep, a pass go cipher. Oh, what a lovely finish by Fender. Nacho, we are freebie in Nacho. 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 Nacho, freebie in Nacho. Nacho. Nacho, we are freebie in Nacho. Nacho, we are freebie in Nacho. Where? Nacho. Pro. Jawel. Oké. Hey, laten we meteen met de comments beginnen. We gaan nog 5 vragen gewoon uit de comments pakken om de show af te sluiten. De eerste vraag is voor Obrindo. Vraag Obrindo, welke Surinaamse speler hier verdient het nu om een contract te krijgen naar het buitenland? Voordat de competitie gestopt was en 2 ook van de ploeg van Inter. Zomaar even een tak verdienen wat buitenlands contract. Nee, je moet goed nadenken. Zo'n agent.
Jamiljo Richters. Jamiljo Richters. Gerald Weitz van Inter. Donaghy Fair van Inter. En eventueel, ja, Deira als een jongste speler. Als hij naar buiten kan gaan, dan is het ook goed. Hij is jong. Oké, dat is hij. Ik zie dat hij nog steeds hij traint nog steeds met Nacho, dus. Ja. Maar jongen, mooi, hij is 17. Daarmee trainen we biggie boy. Dus even van hem, kies wel kans voor play naar Doro daar. Abobuntu. Oké, dat zijn al een mooi aantal. Thank you. Jeff, mensen blijven zeggen van je moet naar Brugge gaan om die voorzanger te overhalen. Maar er zijn ook mensen die zeggen, Jeff, je moet je aan je belofte houden. Hè? Je zou boerencontacten. Valka, wat kun je daar al over zeggen? Heb je al contact met... Moset boerencontact. Ik heb deze week, als het goed is, contact met Boero. Want hij moet zich ook beschikbaar stellen natuurlijk om te willen praten. Want hij had me gevraagd even wat tijd. Maar ik denk dat ik deze week contact met hem heb. Dus als er witte rook is, dan dat we hier. Even voordat we overgaan naar de volgende comment. Kom Boero gewoon meedoen met dit team, Bre. 1000%. Hé, hey, overtuigen? Ja man, kan ik de man op zijn tikspits? Boer is ook al... Boer is mooi. Nou. Ternafoor is ook... Ja man, wat denk je? Mijn lees hier. En dan mogen niet zeggen. Je moet... Kijk, eerlijk hoor, eerlijk. De laatste selectie... Post Cleo Bigelagis Rana was het Stefano Reysel. Stefano Reysel. Dat alle moeilijk positie Boero je hebt Rana. Ik had het ook bij U23 Nacho tegen Jamaica. Doe schakel Jamaica uit. Boero me kwam een penalty laatste minuut. Was Stefano Reysel. Toch? Dus. Oké, dan willen we toch nog even. Dan willen we toch nog even wat buitenlands. Hey, de belofte is gemaakt dat Jeff hem in de uitzending brengt. Dus we gaan om de mensen echt te geven wat ze willen hebben, gaan we dat doen. Er is ook nog een comment over de laatste transfer. Het is officieel. Aguero en Messi gaan samen spelen bij Barca volgend jaar. En de aanstelling van Ancelotti als nieuwe trainer bij Madrid. Heren, willen jullie daar kort nog even op ingaan? Ja, ik wil heel kort op Real Madrid ingaan. Ik zag het niet aankomen, jongen. En om me te verrassen in deze voetbalwereld is, moet je goed bezig zijn. De man hoor als aan boem, boem, geheim. Ik heb 5 of 6 namen aangegeven wie de mogelijke nieuwe trainer konden worden van Real Madrid. Maar ik zag Carlo Ancelotti niet aankomen. Ik denk dat Ancelotti een beetje schrikken over wat er is overgebleven van het Real Madrid toen hij wegging. En zeker de manier hoe hij en Perez uit elkaar zijn gegaan. Azankismi, ik weet niet waar dit Everton laat in het verhaal. Maar ik ben benieuwd hoe hij het gaat doen. Het geeft natuurlijk wel aan dat Real Madrid nog niet genoeg vertrouwen had in Raúl González, die Real Madrid betraint, en Xabi Alonso. Dus het is kijken hoe Ancelotti het gaat doen als trainer van Real Madrid. Nou, ik ben eerlijk gezegd niet zo verrast. Ik kan me wel voorstellen waarom je zegt dat je verrast bent. Je hebt de argument al aangehaald. Hij is niet zo prettig weggegaan. Een beetje een fitty met Perez. Maar ja, kijk. Perez heeft pakkie, hè? En als Perez zegt, joh, kijk, luister, we hebben onze dingen gehad. En nou, Arabierna... Arabierna president voor Everton, ik weet niet of pakkie het probleem is. Maar oude liefde toch, oude liefde. En die man heeft wel een track record. En als, bedoel, if Perez Saka in zijn review, om het op zijn Surinaam te zeggen.
gaman tak ayer sorry sabito apa beef ma luku nudi mere Zidane sabito eigenlijk hebben Zidane zo lekker behandeld maar je weet de deur is voor jou altijd open en we zijn we hebben je nodig je kreeg een lekker dikke pakje ga je ding doen je hebt ons die bekers met die grote oren ooit eens bezorgd Do your magic again for us. Ja. Dan is het gepiept. Het is binnen van mij eenmaal 24 uur gegaan, hè? Het is heel snel gegaan, ja. Het is heel snel gegaan. Dus. Het is inderdaad heel snel gegaan. Ik ben iemand die graag alleen wil praten als het seizoen al enigszins start. Dat we weten wat de selecties zullen zijn van de verschillende teams. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Dus daarvoor... Ja. Komen we zeker nog terug. Heeft Ancelotti huiswerk. Ja, zeker weten, zeker weten. We proberen Obrindo weer terug te krijgen in de uitzending. Misschien hebben we even een connectivity issue hier. Er wordt gezegd van, hey, link me even voor Stefano Reijssel zijn nummer. Volgens mij is dat niet het probleem, hè, Jeff. Volgens mij heb je al contact. Nee, dat is niet het probleem. Ik heb zijn nummer, ik ben in contact met Reijssel. Laat me het zo zeggen. Dus, een beetje geduld. Ik hoop, laten we hopen dat er deze week witte rook in de schorting komt. Dan met Senua een PM, dat horen jullie. Oké, awesome. En nog een laatste comment zie ik ook hier voor Obrindo. Obrindo wordt aangeboden om conditietrainingen te geven. Dus Rogiano zegt van, je kan contact met me opnemen als we vanuit Inter conditietrainingen willen doen. Dat kan je natuurlijk ook... Laat hem maar chatten op Facebook. Je hebt het gehoord, Rogiano. Je mag Obrindo chatten op Facebook. En daarmee gaan we deze uitzending afsluiten. Dion, heb je nog een paar laatste woorden voor de kijkers die 2 uur lang mee hebben geluisterd en mee hebben gekeken? Hey mensen, jullie waren fantastisch dat jullie 2 uren lang hebben kunnen luisteren naar mijn stem van Chaluk en van Jeff. Dat is een ware prestatie natuurlijk. Gelukkig hadden we hele leuke gasten. Ik zie dat het ook te volgen is via YouTube en dan moet ik altijd even zeggen, don't forget to like, share en subscribe mensen. Klik het like-botje en subscribe op Chaluk zijn YouTube-pagina. Ik dank onze gasten. Het was een waar genoegen. Obrindo, je bent een returning guest. Ik vond het geweldig. Ik vond het vaak sweetie. Het was een multilingual uitzending. We hebben het Engels gedaan, we hebben Sranang gedaan, we hebben Nederlands gedaan. Dus asawakafale gimi. En een heel druk en sportief weekend staat voor de boeg. Ik dank jullie van harte voor jullie aandacht. Blijf deze pagina's volgen, want er komen natuurlijk heel wat Nacho updates. We hebben weinig gepraat over Canada, dus daarvoor gaan we nog wat dingetjes doen. Ik dank jullie van harte, mensen. Jullie waren geweldig. Dank je, Chaluk. Dank je, Jeff. Dank je, Obrindo. En natuurlijk helemaal vanuit Bermuda. Dank je wel, Don. Gail, dank je wel voor jouw assistentie. We zien jullie volgende week donderdag terug. Bye-bye. Jeff heeft nog een laatste. Waar het beloofd. Er is trouwens vandaag over witte roog gesproken. Behalve Kun Agüero. Koeman blijft coach bij Barcelona. Oh ja. Ja, geweldig. Weet je wat het wel erg, heel erg depressief maakt? Dat El Clasico geleid gaat worden dus tussen 2 gefaalde Everton-coaches. Het is heel zielig wat er allemaal gebeurt in Spanje. Laten we snel die afzending uitsluiten. Jeff, ik dacht dat je met een superbelangrijk ding kwam over Nacho. Ik dacht echt dat je met een superbelangrijk ding doet. We gaan deze show afsluiten. Er zijn mensen die vragen, hey Dion, wanneer ben je weer bij IMAX zit? Mensen, houden jullie gewoon de IMAX zit YouTube channel in de gaten. Dion zal, zodra er over Suriname wordt gesproken, zeker te gaan zijn bij JD. Jeff moet inderdaad lekker gaan slapen, Mickey. Je hebt helemaal gelijk daarin. De Lucky D Show is vanaf nu ook op YouTube. Je kan gewoon naar YouTube gaan en Lucky D Show intoetsen. Dan zal je deze uitzending vinden. En vanaf deze week, dus vanaf volgende week, alle uitzendingen ook daar te vinden. Zullen daar te vinden zijn. Voor nu nog even op mijn kanaal, maar in de toekomst mogelijk op mijn eigen Lucky D Show kanaal. En natuurlijk is dit ook te volgen op de Facebookpagina van Dion. En op de Facebookpagina van Nacho Suriname. We gaan hiermee afsluiten. We wensen Nacho heel veel succes morgen. We wensen Biggie Boy heel veel succes zaterdag.
Dit was de Lucky Bee Show. We zien jullie terug. Brivina Krakti. We zien jullie terug volgende week donderdag. Same time, same place. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.